Het Centraal Suriname Natuurreservaat, CSNR, is nimmer als concessie uitgegeven aan een buitenlands bedrijf of persoon, nog op geenerlei wijze verkocht. Dat is de reactie van het Nationaal Informatieinstituut, NII, op een bericht in de media. De regering wijst erop dat het CSNR beschermd grondgebied is van Suriname en prijkt op de UNESCO-erfgoedlijst. Het reservaat is onderdeel van Surinames tropisch oerwoud en omvat de gebieden Ralivallen, Eilertse de Haan en Tafelberg. In totaal bestrijkt het bijna 1,6 miljoen hectare. De overheid heeft dit nimmer als concessie uitgegeven aan de genoemde heer Eger, die in het bewust artikel wordt genoemd, nog aan dienstbedrijf of bedrijven waarin hij direct of indirect participeert. De Surinaamse overheid kwam er op enig moment achter dat de heer Eger hier te lande een bedrijf had opgericht waarvan hij enige bestuurder is. Opmerkelijk in dit verband is een bepaling in de statuten die inhouden dat deze vennootschap bij uitsluiting de concessierechten over het CSNR zal verwerven, beheren en ook allerhande activiteiten hiermee zou kunnen ontplooien. Juist omdat de overheid zich hierin niet kon terugvinden, heeft zij deze constructie resoluut van de hand gewezen. Dezelfde verontwaardiging als in DWT bestaat er ook bij de overheid. Het Nationaal Informatieinstituut benadrukt dat de overheid geen goedkeuring heeft gegeven aan concessieoverdrachten met betrekking tot CSNR of marketing van het CSNR in tegenstelling tot de melding hieromtrent op de website van de heer Eger. Van een verkoop en geldelijke transactie is ook geen sprake. Als er geen financiële vergoeding is ontvangen, valt er begrijpelijk ook niets te traceren.